En de commissie Samaka Dhaka zal morgen op diverse locaties activiteiten organiseren om het vredesakkoord dat op 19 september 1762 is getekend tussen de koloniale overheid en de Samaka-stam te herdenken. Marciano Galimo, promotor van de commissie, zegt dat deze dag belangrijk is om onder meer de voorouders van deze stam te eren. Het vredesakkoord heeft ervoor gezorgd dat de mensen van deze stam in contact kwamen met de buitenwereld. Deze ontwikkeling heeft echter ook negatieve gevolgen gehad voor de Samaka-cultuur. Galimo is van mening dat het herdenken van deze dag ook een bijdrage zal leveren aan het behoud van de Samaka-cultuur. De wereld te laten zien dat we de mensen van ons die toen der tijd het vredesakkoord hebben getekend, dat we die mensen eren en dat we een dag willen hebben, eenmalige dag, om dat te vieren, om die mensen te eren. Maar ook om de jeugd, zeker de Samaka-jeugd en ook de andere mensen in Suriname en wereldwijd, zeg maar een sein te geven dat ook de Samaka een vrede had getekend, ooit op 19 september in het jaar 1762. Daarom vinden wij dat we deze dag moeten vieren. Want Palmontuin gaan we omtoveren tot een dorp, tot een Samaka-dorp. Wij gaan aantonen hoe de Samaka leeft in zijn haar dorp. We gaan echt een reis stampen. We gaan hem maken van wanneer je hem haalt uit het kostgrondje tot eindproduct. En datzelfde gaan we ook met cassavebrood doen. We gaan bezig zijn. We hebben ook de verschillende culturele organisaties die hun verschillende dingen zullen doen. Je hebt de Apokopre, je hebt de Kromantipre. Je hebt ook, u kent Bami en Nasi. Ik ken Afingi en dat soort dingen. Apiti en dat soort zaken. Dus dat zijn dingen die wij zullen tentoonstellen. Galimo gaf aan dat mensen uit de Samaka-gemeenschap zullen demonstreren hoe het in het verleden is gelukt om zich stand te houden in het binnenland. Daarna zullen er activiteiten zijn die zorgen voor de bewustwording van de Samaka-cultuur. We gaan de Prodewaka hebben, we gaan starten aan de kruising Saramaka-straat, Zwarte-Overstraat. Gaan we lopen naar Wakapasi. We gaan een, als we daar aankomen zijn te Wakapasi, gaan we een ronde maken. Wij noemen dat in het Samaka-loontoekonde. Dat is een eer bewijzen, maar het is ook een stukje respect bewijzen aan de mensen die voor het zeggen hebben van het dorp. Je moet een ereronde maken. En dat ziet u ook bij grote voetbalwedstrijden. Wanneer mensen kampioen zijn geworden, maken ze een ereronde. Het is niet zo, maar het is respect, het is eerbetoon. Aldus Marciano Galimo, promotor van de commissie Samaka Dhaka. De commissie zal in het kader van deze dag op verschillende locaties activiteiten ontplooien.